merkte al vroeg dat hij bijzonder was. André was volgens mij altijd wel een clown. Blij ei. Ik denk dat mijn moeder altijd heel trots op hem geweest is. Mijn vader stiekem ook. Ik denk dat André een soort van Zwitserse zakmes is, maar van alle kanten constant maar openklapt. Hij is gewoon heel gedisciplineerd. Het is ook geen domme jongen. Het is een hele slimme jongen. Hij neemt niks aan van mensen. Hij was niet degene die graag in de pas liep. Dat hij een soort van zingende zaag in zich heeft. Als er een Polonaise liep, dan liep hij wel haaks daarop. Hij was natuurlijk ook heel mooi en goddelijk. Ik vind dat hij een eigen taal heeft ontwikkeld. Hij vindt geluk in muziek en hij kan zijn verdriet erin kwijt. 80% transpiratie en de rest is inspiratie. Het is een soort Pippi Langkous filosofie. Doen waar je zelf zin in hebt zonder andere schade toe te brengen. En toen dacht ik er alleen maar van, ja, dit staat in Nederland gewoon op eenzame hoogte. Het is gewoon planeet Manuel. Hij vindt zijn geluk in muziek en kan zijn verdriet erin kwijt. Ja, nou ja, volgens mij is muziek daar ook een beetje voor bedacht, toch? Ja. Ik denk dat er eigenlijk een verlengstuk is van de menselijke emotie. Ja, dat is dans en oorlog. Oorlog ook. Ja, dat is ook. En vrede. Ja, er zijn mensen die kunnen geen muziek maken en die slaan anderen dan op de bek, hè? Dat ja. Is een beetje wat wij doen als mens. Ja. Wat zijn wij nu? Dit is het Pan van Janna, ja. Waidonsja, zeg maar. Dat is de origineel naam. Maar in de volksmond heet het al heel lang de Pan van Janna. En dat is het jongerencentrum in Diepenheim. Sinds 1973, dus dat is bijna heel lang. Dat is 50 jaar bijna. Ja. Echt bijna 50 jaar. Ja. Ja. Dat is best lang. Ja, ik ben echt blijven hangen. Vanaf mijn 14e, 15e kwam ik hier echt heel veel. En ja. Tot en met mijn, ik weet niet precies, 30, 35 zo ongeveer. Ik was een artiest toen al. Hij deed altijd andere dingen als andere kinderen. Het begon bij een afscheid van een docent. Toen bedachten we, het is misschien wel leuk om een paar liedjes aan elkaar te plakken en die te playbacken. We wisten niet dat er bestond playbacken. We dachten dat we het zelf hadden uitgevonden. Doen we het net alsof. Maar toen hadden we hadden de smaak te pakken. Ja, we zaten veel bij de SOS, het jongerencentrum bij ons. En dat was toch een beetje een. Hij heeft het later in een liedje omschreven, het Hol der Wettelozen. Ja, dat was een klein gekraakt boerderijtje midden in Diepenheim. En daar kon alles. En er was ook geen leiding of zo, dat waren wij zelf. Bij de SOS telde je mening en daar kon je ook je mening uit. En, hij heeft dan van daaruit denk ik ook dat dan ook meegericht dat het landelijk ook wel kan. Die iets oudere gasten die wisten ook van alles te vertellen over hoe het in de wereld eraan toe gaat. Er ging een soort luikje open dat er meer was. Als je terugdenkt aan je jeugd, wat denk je dan? Diepenheim, het was niet groter dan dit. Ik kom uit een tijd, mijn opa bijvoorbeeld, Mina P., dat was een vrij beroemde vrouw hier in Diepenheim, maar die kwam ook niet buiten Diepenheim. Ik geloof dat zij ooit een keer, toen ze 500 jaar de Tubantia had rondgebracht, mocht ze naar Londen. En dat stond er gewoon in de krant, want er was nog nooit iemand naar Londen geweest. Het was niet groter dan dat en dat was natuurlijk ook niet. De televisie bestond nog uit één zender en een paar Duitse zenders, dus we waren heel erg richting het oosten georiënteerd. Ook qua ons dialect natuurlijk, wat Neder-Saksisch is. Dus het was makkelijker om richting Duitsland te praten dan richting het westen. Dus het zat allemaal hier in het dorp zelf. Zo een paar keer per jaar gingen we natuurlijk naar de dorpjes hier in de omgeving om andere dorpelingen op de bek te timmen, want zo ging dat toen. En welke dan? Nou ja, nee, maar dat was toen met kermissen en zo. Dan gingen ze gewoon, dan ging het ene dorp met het andere dorp. En dat was dan vaak een beetje knokken. Maar dat was dan een beetje knokken om knokken. En het zat natuurlijk ook altijd. Er was nog ver voor Ali B en Marco Bossato. Het waren ook altijd vrouwen die aan het uitlokken waren en zo. En toen mocht dat nog. En ja, daar kwam natuurlijk ruzie van. Maar ja, hier in het pand ben ik uiteindelijk wel een beetje min of meer volwassen geworden. Ja. Je zegt min of meer volwassen geworden. Noem eens een aantal stappen die je gemaakt hebt. Nou ja, ik kom natuurlijk uit een heel klassiek arbeidersgezin met een vader die werkte en een moeder die huisvrouw was. En daar zat ook geen, niet al te veel, ze waren wel redelijk aan de linkerkant van het politieke spectrum, een Partij van de Arbeid, mensen, maar dan meer vanuit
hun sociale context, zeg maar, met de mensen waarmee zij verkeerden, was sociaaldemocratie een beetje de logische weg om in te slaan. Maar verder was het natuurlijk gewoon, gewoon werken. Werken en leven en verder niet al te veel gedoe eromheen. En toen kwam ik hier en toen bleek er ook zoiets te bestaan als politieke betrokkenheid, engagement, de internationale wereld. Er waren hier mensen bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren, er was een... Kijk, dit pand van Jana is altijd, heeft altijd gewerkt zonder beroepskracht. Dit is gewoon een jongerencentrum dat altijd in stand is gehouden door de jongeren zelf, al sinds 1973. En er was af en toe wel iemand bij vanuit Hengelo, die zeg maar overkoepelend een beetje in de gaten hield of het wel goed ging met de Twentse jongen. En eentje daarvan was Jan Hopman. En Jan Hopman was een homoseksuele katholiek, dat mocht toen nog. En Jan had enorm veel reizen gemaakt naar Chili. En hij kwam hier vertellen in de Soos met Diaz over Chili. En wel Pinochet en de moordpartijen. En dat maakte op mij wel vrij veel indruk. En ik vond dat echt mooi. En ik vond het ook mooi dat het hier in Diepenheim, in een heel klein dorpje, op dit podium. Want het podium is er nog steeds. We hebben in de tussentijd wel iets... Het is wel iets nieuwer geworden dan het toen was. Maar er werd hier gewoon gepraat over internationale dingen en filosofie en muziek. En nou ja, daar heb ik gewoon echt enorm veel van opgestoken. Want thuis werd daar niet over gesproken? Ja, mijn vader was natuurlijk heel erg met de voetbal bezig. Omdat hij betaald voetbalscheidsrechter op een bepaald moment werd. En dat was een beetje zijn leefwereld. En het was niet echt enorm groot daarbuiten. Ook niet qua muziek. Ik geloof dat mijn vader... Mijn moeder samen 3 platen aan. Eentje van Snippersnap, eentje van Luf en eentje van Julio Iglesias. En Julio Iglesias, dat was eigenlijk alleen maar omdat iedereen zei tegen mijn vader van... Jij lijkt op Julio Iglesias. Toen dacht hij van, dan moet ik die plaat ook op. Nou, dat was een beetje de muzikale bagage die ik van huis uit meekreeg. En dat was natuurlijk niks te vergelijken met wat hier allemaal in één keer gedraaid werd aan muziek. Je gaf al aan, hier zeg maar politiek met de homofiele... priester of dominee? Ja, jeugdwerker. Ja. Jeugd, was niet echt dominee. Was een, ja. En dat is zeg maar één kant. En uiteindelijk de andere kant is zeg maar de muziek. Ja. En daar was iemand anders voor jou belangrijk voor. En daar gaan we nu even naar kijken. Ja. Ja. Roddy Gallagher. Dus dat was voor een van anderen zijn eerste helder. Dat kan ik me herinneren. Well, when I was a cowboy out on the western plain. When I was a cowboy out on the western plain. Well, I made $500,000. Working hard on the bridle rein. Come a cow, cow, kiki, come a cow, cow, kiki, kiki. Toen we naar Ierland waren, is hij ook naar zijn graf geweest. In de buurt van Cork was dat, ja. Zijn voorliefde voor Gallagher toen, ja, hij is eigenlijk... Nou, Gallagher heeft nog wel een tijdje geleefd, maar... Het is eigenlijk muziek waar je verwacht van iemand die ouder is. Ja, bij de Soos kwam het heel vaak. En dan gingen ze op een bezem naspelen en zo. Gewoon in een dronken bui. Dan, ja, dat hoorde gewoon bij de Soos op die muziek. Hij wou er ook in zijn eentje naartoe. Dat was echt voor hem zo'n bedevaarttochtje. Maar het was een super lelijk graf, zei hij. Ja, dat klopt ook wel, ja. Het was het meest lelijke graf dat ik ooit heb gezien. Waarom wilde je daar in je eentje naartoe met het graf? Ja, nou ja, ik ben sowieso, we gingen met z'n tweeën die tijd gewoon heel vaak naar Ierland. We zijn enorme Ierlandse liefhebbers. Het is een prachtig eiland en de cultuur daar is natuurlijk gewoon veel meer dan hier ook. Dat muziek gewoon echt heel erg midden in de samenleving staat. Ik bedoel, als je daar naar de kroeg staat, dan heeft iedereen wel een muziekinstrument bij zich als je daar naar de kroeg gaat. En dan wordt er gewoon muziek gemaakt. En in die tijd was het ook nog zo dat in dat soort landen de kroegen heel vroeg dicht gingen s'avonds. Zoals in Engeland ook heel lang. Dat het volgens mij om 8 of 10 uur al dicht was. Ja, heel, heel vroeg in ieder geval. Maar als gevolg dat die mensen gewoon heel vroeg... die gingen 's ochtends al naar het café. En, maar dan niet in hun eentje, maar met de hele familie. Met opa, oma, de ouders, de kleinkinderen. Iedereen zat daar. En dat was gewoon... Ja, ik vond dat gewoon geweldig. En dat land heeft me altijd enorm getrokken. En de muziek van Roddy Gallagher heeft me echt enorm door mijn jeugd heen gesleept. Omdat ik hoor iets in zijn muziek dat heel erg... ook in mij zit.
Dus soms snoeiharde en ongelooflijke energieke muziek, maar het blijft altijd. Er zit altijd een heel erg teder, romantisch randje aan Rory Gallagher. En dat zoek ik ook altijd in mijn muziek wel. De keiharde werkelijkheid een beetje omvloerst aan je publiek proberen te vertellen. De allereerste keer dat ik hem zag live was in Didam op een festival samen met Dr. Feelgood, geloof ik, was daar ook. En ik weet nog, ik stond daar met Harry Zandjans, echt een hele goede kameraad in die tijd van mij. Ik kon nog steeds tegen. En ik stond daar te kijken en Dr. Feelgood was afgelopen, Gallagher zou beginnen en ik kom op. En ik denk van, what the fuck, wat een klein mannetje is het eigenlijk. Dat is eigenlijk een ongelofelijke dwerg van een man was het. Maar het begon niet te spelen en de allereerste akkoord die hij aansloeg, nou, ik zag die man gewoon echt gewoon over het festivalterrein heen buigen. Die was gewoon groter dan alles bij elkaar. En hij bleef altijd gewoon volledig. Dat zag je ook net in die opname. Hij zit gewoon dat liedje zo met zijn ogen dicht speel. Terwijl het eigenlijk best een heel lastig nummer is om in je eentje uit te voeren. Het lijkt alsof de drie gitaristen aan het pielen zijn op een bepaald moment. Maar hij doet het gewoon in zijn eentje. En, ja, ik heb daar een grenzeloze bewondering voor. Ook omdat het zo ongelooflijk puur is en echt. Ik hou heel erg van echte muziek. Ja, volgens mij is dat überhaupt ook wat jou ook buiten de muziek alleen, wat jou volgens mij ook wel duidt, zeg maar, de echtheid, de pure. Ja, daarom ben ik ook heel erg blij dat zo langzamerhand dingen als The Voice en zo in elkaar klappen. En die hele muziekindustrie, ik kan mij ook eigenlijk al een jaar of 50 in ene reet, wil ik niet zeggen. Het kan me niks meer, het doet me niks meer. Ik ben heel erg geïnteresseerd geraakt altijd in het liedje zelf. En dat is eigenlijk in de loop der jaren alleen maar meer geworden. Stormy Bee, het wankels wat strukken, het strukkels wat valt, het valt wat starven, het starven wat door. Als Kennedy in Dallas, als hazes op de knenen, als in de boek van Mimo. Wissel God, wissel God, verdomd alleen, daai de kot van wat, daai de kot. Van wat griep me af, het zingen wat praten, het praten wat stotten, het stotteren wat lispen, het lispen wat zwing. Als alle het kruis, als Theo op de knieën, als niet witte dan genade. Wissel God, verdomd alleen, daai de kolt van wat. Daai de kool van wat. Hou me vast, de taal, de beuken, de vorm, de inhoud, het plot, de zin, het woord, de letter en de letter door. Cobain op de knieën, als weer helemaal op nul. Wissel God,
Van wat naar de kool. Van wat. Ik zag al lange tijd dat het niet goed ging tussen mijn ouders. Dus ik had ook zoiets van, volgens mij is dit wel een goede keuze wat jullie maken. Ondanks dat ze er niet allebei achter stonden. Maar. Volgens mij was zijn ouders zelfs een van de eerste zo'n beetje die in Diepenheim scheiden. Maar zijn moeder wou op stel en sprong, wou ze dat ook gewoon. En de hele familie raadde haar aan om dat niet te doen. Maar zij had het zo in de kop. En als je in een dorp was Diepenheim, dat was toen natuurlijk nog dun om uit elkaar te gaan. Ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat daar door de volwassenen echt gigantisch over geroddeld is. Ze waren allebei wel bekende figuren. Mijn moeder zat bij veel verenigingen actief en mijn vader was natuurlijk scheidsrechter betaald voetbal. Dus. Maar André was toen volgens mij net al een beetje het huis uit of zo. Dus die heeft er net een beetje tussendoor gefietst. Ja, André zat toen al volgens mij al op kamers in Nijmegen aan hem. Dus die was eigenlijk al een beetje uitgevlogen. Maar die kwam natuurlijk de weekenden wel thuis. En, ja, dat is een heel ander thuiskomen. We hebben daar nooit een gesprek over gehad. Maar ik hem kennende denk ik dat hij toen wel flink teleurgesteld is geraakt in de wereld. Maar dat hij vooral zoiets had van ik heb niemand nodig, ik ga mijn eigen weg. Wat was de impact op jou? Ja, nou, ik denk dat wat Wouter zei, dat klopt wel. Ik was natuurlijk gewoon weg. Of wat Brie ook zei. Ik had er niet zo heel veel directe last van. Of plezier of wat dan ook. En ik vond het ook helemaal geen verkeerde keuze. Want ik heb sowieso zoiets van, als mensen in een relatie op een dood spoor zitten, dan kun je er beter een eind aan maken. En dan zorgen dat het allemaal een beetje in harmonie uit elkaar gaat dan met een enorme bult trammelant. Het was alleen in die tijd, zoals ook gezegd werd, een van de eerste in Diepenheim. En dat, de impact was wel, ja, die was dan navenant, zeg maar. Kun je dat uitleggen, navenant? Waarom merk je dat? Ja, dit natuurlijk, komt natuurlijk ook omdat toen natuurlijk de sociale media er nog niet waren. Dus alle energie die mensen toch al voelen om over andere mensen te praten, die gaat dan vaak in dit soort dingen zitten. En ik kom zelf uit een familie. Mijn opa was echt dat noemen ze het wandelende dagblad van Diepenheim. Die was echt alleen maar aan het roddelen. En samen met haar vriendin Gerritje van de Kappen. En dat was echt een roemrucht duo. En als aan de ene kant van Diepenheim wat gebeurde, dan wisten hun het eerder dan de andere kant van Diepenheim bekend was. Dat was altijd zo. Prachtig, maar net iets anders. Net niet zoals de rest. Ik ben laatst in het bos geweest en zag een blauwe pimpelmees. Dat gefreubel op de lagere school mondde eigenlijk na een paar mislukte oefeningen uit in een beentje waar we wel redelijk serieus mee waren. Maar dat was wel een soort schoolbeentje, dat heette Gulp. En toen het ophield, toen ontstond op een bepaald moment uit die brokstukken ontstond fratsen. En pas in tweede instantie ben ik daarbij gekomen. Ik had ook het gevoel dat ze als vrienden op pad gingen en dat de muziek daar dan bij kwam. En als je al ziet dat een band op het podium zich comfortabel voelt en dikke vette lol heeft, dan werkt dat natuurlijk ook door op het publiek. De muziek was eigenlijk helemaal niet zo heel erg alternatief. Het was eigenlijk redelijk melodieus en het zwalkt ook alle kanten op. Daarom was het voor heel veel mensen ook niet interessant. Fratsen had ook denk ik wel in de categorie de dijken zo gehoord. Dus daar hoorden ze ook wel bij. Alleen dan moesten ze wel doen wat Nederland van ze verwachtte en dat doet hij niet. Ja, kijk, de bandjes daarvoor was nog een beetje af en toe Engelstalig, af en toe covertje, af en toe dit, af en toe dat. En met Fratsen zijn we vrij snel begonnen met het schrijven van eigen liedjes. En toen ging er voor mij echt een wereld open, want dat vond ik zo mooi. Dat je gewoon zelf een tekst kon maken en de muziek bij verzinnen. En dat dan naar de oever, rennen ook was het vaak naar de oeverruimte. Van, ik heb er wat verzonnen. En dan was het gewoon binnen een half uur aan een liedje. Ik geloof dat de Pimpelmees bijvoorbeeld, dat heb ik volgens een keer samen met
Adrie, en ik denk dat zoals dat iemand als Bartels Geurs daarbij is geweest, ik weet het niet 100% zeker, maar dat was gewoon hier in de garage bij de familie Rietman en dan gewoon zitten en we hadden het idee van we willen iets in de Ace of Spades was toen dat liedje Ace of Spades en we zitten in de social met Pimpelmee en nou, dan begint bij mij alles heel hard te draaien en dan denk ik Pimpelmee, ah, dat is leuk, we maken een liedje over een Pimpelmees en dan in de vorm van Ace of Spades van Motorhead en dan met heel veel breaks van de vond wij toen ook geweldig. Dat was die tijd was daar in de muziek ook dat een liedje gewoon echt 20 seconden duurde en er was al een break en dan nog een break en dan nog een break en dat mensen echt gewoon helemaal zagrijnig werden zo vaak. Maar dat vonden wij alleen maar leuk. Het moest altijd een beetje anders zijn dan het al gemaakt was. En nou ja, toen hebben we die eerste plaat opgenomen bij de Commodore Studios in Zelhem. Nadat we al een cassettebandje hadden uitgebracht. En de eerste, dat was wat we net zagen. Je hoort het ook aan mijn manier van zingen. Dat was met een producer. Die zei van, je moet goed articuleren, André. Je hoort wat andere energie, voel je. Ja maar joh, ik kan er zelf niet meer naar luisteren. En het was ook de enige plaat waarvan ik na afloop zei van, nou, zo ga ik het niet nog een keer doen. Nee. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk altijd alles in eigen hand gehouden. Zijn we ook elke keer gewoon de studio ingedoken op het moment dat wij vonden van we gaan de studio in. Maar met Pimpelmees was ook gewoon een soort, je speelt dan met woorden. Ja. Was dat ook het plezier wat je in die teksten had? Ja, maar ik nee, Pimpelmees gaat over, misschien kun je het uitleggen heel kort, het gaat over iemand. Ja, een vogeltje die aan de drank raakt, met Pimpelmees. Ja, dat is allemaal, het is ook niet echt wereldschokkend. Nee, maar goed. Er zit ook geen hele diepe filosofie. Nee, dat is waar, maar het is wel, zeg maar. Ja, maar het zijn verhaaltjes. Wat ik mooi vind, het zijn verhalen. Het is de tekst van begin tot eind vertelt gewoon het verhaal van een vogel die aan de drank is en die overlijdt omdat hij een ongeluk krijgt en zijn zoon, of een kind van de Pimpelwees, zeg maar, die sterft uiteindelijk aan een drugsoverdosis. En dat is het verhaal. En dat vond ik in die tijd het mooiste om te doen, om gewoon een begin en een eind in een liedje te maken. En dat heb ik jaren daarna steeds meer proberen te vervolmaken, totdat ik op een bepaald moment dacht van, nou zijn we er wel. Want toen kwam ik bij een liedje als Drinkenbroer uit. En dat is eigenlijk het ultieme verhaal. Want dat gaat gewoon over het missen van een hele goede vriend. En in de muziek en in wat dan ook. En drank en drugs en noem maar op. En het hele verhaal begint ergens en het gaat ergens naartoe en het eindigt. En toen was ik er klaar mee. Toen, met dat soort liedjes, die kon ik niet meer uit mijn pen krijgen. Toen ben ik het allemaal veel abstracter gaan benaderen. Ja, precies. En nog meer persoonlijk, maar daar gaan we straks over hebben. Ja. Een ander nummer, wat zeg maar, Pimpelmees, mooi verhaal. Op een gegeven moment betrek je dan ook naar Diepenheim, de omgeving waar je bent opgegroeid. Ja. Komt ook meer terug in je nummers. Gaan we nu naar het volgende moment kijken. In ons dorp is natuurlijk ook een liedje wat niet alleen gebaseerd is op Diepenheim, maar dat eigenlijk elke kleine gemeenschap herkent dat wat daarin gezongen wordt. In ons dorp zijn wij gelukkig. In ons dorp zijn wij gelukkig. Zijn wij gelukkig in ons dorp. Het is wel een beetje een cliché, maar er is niet zo heel veel voorhanden in zo'n plaatsje. Dus als je wat wil, moet je het zelf doen. Aan de ene kant het beklemmende, maar ook wel het veilige erin. Een beetje de roddels wat ook standaard in een klein dorp van ons kind ons voorkomen. En we beschreven dat met een knipoog en gestrekt been erop. En ieder weet precies wie hier de laatste baby kreeg. En van wie en waarom en ook hoe het is gebeurd. Maar of de vrouw ook heeft genoten, daar heeft er niemand van gehoord. Hij heeft een tijdje een uitkering gehad. Hij was al lang bezig met wat hij wou maken, maar dat had nog geen succes. Nou, en dan word je wel als uitkeringstrekker en luie loodje gezien. En een paar jaar later diezelfde mensen, hey Manuel, goed gedaan jongen. Ik geloof dat in ons dorp, in een kroeg in Laren bijvoorbeeld, nog steeds elke zondag gedraaid wordt omdat de plaatselijke voetbalclub dat fantastisch vindt. Maar zijn wij ook gelukkig? Het dorp van Wim Sonneveld is een ander dorp dan mijn dorp. Wel, mijn dorp, daar zitten drugs en drank en incest en noem maar op en ongeluk. Maar ook saamhorigheid, ook feest en... Ik probeer in zo'n liedje dan ook niet zeg maar weg te lopen voor ook de ellende die er is. Maar
En tegelijkertijd probeer ik dat ook weer te vatten in humor. Want het is ook iets, en daar heb ik een beetje afgekeken van Frank Zappa, is dat soms in een liedje het heel erg handig is om een grap als vervoersmiddel in te introduceren. Want dan trek je de mensen net iets verder over de streep en dan zuig je ze dat liedje in. En we zitten aan de bar en we drinken glazen bier. En we praten over beentjes, bandjes, balen als een stier. En het weer elke keer over missers in het verkeer. Dragen vooruit Herman Finkes laatste show. En zie de sfeer stijgt de toon. Tommy Cooper valt, maar het doek gaat nog niet dicht. En we lachen ons te barsten om de dooie die daar ligt. En in China rijden tanks over honderden Chinezen. Het zal voor hen wel een soort rem op de bevolkingsaanwas wezen. En we gaan dobbelen en gierend uit bij elke domme worp. Het leven is niet moeilijk in ons dorp. Zijn wij gelukkig? In ons dorp zijn wij gelukkig. In ons dorp zijn wij gelukkig. Zijn wij gelukkig in ons dorp. En de straten zijn hier schoon. En de straten zijn hier leeg. En ieder weet precies wie hier de laatste baby kreeg. En van wie en waarom en ook hoe het is gebeurd. Maar of de vrouw ook heeft genoten, daar heeft niemand van gehoord. Dat is ook niet netjes om te vragen, want ze leed al zoveel pijn. Volgens de bakken was de vader net zo teder als de trein. Die al jaren zeer angstvallig een bezoek aan het dorp vermijdt. En het dorp is dus gevangen in de tijd. Raak nu al zijn jongeren kwijt. Tot het zover is vergrijsd. En één groot kerkhof is verrijst. Één groot kerkhof is verrijst. In ons dorp zijn wij gelukkig. In ons dorp zijn wij gelukkig. In ons dorp zijn wij gelukkig. Zijn wij gelukkig in ons dorp. En die jongens spelen voetbal. En de meisjes met elkaar, toch zijn de homofielen en de lesbiennes vreselijk raar. Dus die zijn bij ons in het dorp slechts te tellen op de hand van Jan die met zijn hand in de zaagmachine was beland. En dat is statistisch onverklaarbaar, of misschien wordt het ontkend. Net als incest, drugs en vreemdgaan dat men hier dus ook niet kent. In dit oh zo sociale menselijk samenleefverband. Alles is oké op het platteland. Alles is oké op het platteland. Alles is oké, ja. Alles is oké, ja. Alles is oké, ja. Alles is oké in ons dorp. Zijn wij gelukkig. In ons dorp zijn wij gelukkig. De ogen dicht. Zijn wij gelukkig. Doe maar normaal, dan doe je al gek zat. Zijn wij gelukkig. De bakker verkoopt alleen wit brood. Zijn wij gelukkig? Dat is niet racistisch, dat is een dom ding. Zijn wij gelukkig?
weg met je import. Zijn wij gelukkig? Lang leven het toerisme. Zijn wij gelukkig? En een dorp is een dorp, 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 is een dorp. Is een dorp, 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 is een dorp. Wij zijn oké, yeah, 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 yeah. Maar zijn wij ook gelukkig? Die tekst, als je die ontleest voor jezelf, zeg maar, welke grap heb je erin gestopt? Maar met wel met een soort serieuze ondertoon, dat je mensen dan op een gegeven moment eventjes eruit wil trekken. Nou ja, uiteindelijk bijvoorbeeld met de bakker verkoopt alleen wit brood. Dat is niet racistisch, dat is een dom deer. Nee, dat is ook gewoon zo. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Heel veel racisme in Nederland is gewoon helemaal niet omdat ze echt gewoon 100% racistisch zijn, maar ze zijn gewoon achterlijk. Het is ook gewoon hun wereldbeeld is niet groter dan... En dat is natuurlijk provinciaal, dat is dorps, maar dat heb je natuurlijk ook in de stad. Je hebt in de stad net zoveel mensen lopen die gewoon hartstikke bekrompen en met oogkleppen op hun leven leven. En ja, ik vind het leuk om dat soort bekrompenheid aan te vallen met een grap. Ja. En hoort dat in een liedje thuis te zijn, muzikant? Die zeggen van nee, je moet een liedje altijd alleen maar zingen over de liefde, maar ik... mag er ook graag wat maatschappijkritiek in gooien, zo nu en dan. Nou, wat nu zeg maar ook heel erg speelt, zeg maar, dat, wat je zegt, maar of de vrouw ook heeft genoten en wie de vader is, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk ook een soort onderhuidsboodschap. Ja, het is natuurlijk ook een beetje raar om... kijk, als je kijkt naar de rock and roll en de geschiedenis van de rock and roll. Kijk, als we de jaren 70 zeg maar onder een vergrootglas zouden leggen en dan gaan kijken naar de rol van vrouwen in de muziek en met al die groepies en wat er allemaal toe gebeurt rondom al die bandjes. Ja, werkelijk man, dan kun je iedereen wel gewoon 30 jaar de bak in gooien. Zoveel verschrikkelijke misdadigers lopen er nog steeds rond. Maar dat was natuurlijk ook gewoon, die tijd was gewoon totaal anders. Wel. Mensen werden vrij en de seksuele revolutie zaten ze min in. En het moest allemaal nog maar gebeuren. En nu zijn mensen verschrikkelijk preuts. En eigenlijk is dat ook alweer fijn wel dat zo'n programma als The Voice daar de slachtoffer van wordt. Want dat staat mij zo verschrikkelijk tegen. Dat soort denken over hoe muziek in elkaar hoort te zitten. In wedstrijdvorm en met contracten en wurgcontracten. En noem maar op, je hebt Erwin Nijl als gast gaat wil. Die heeft dat natuurlijk ook eigenlijk... Aan de ene kant heeft hij er wel een klein beetje profijt van gehad. Maar op een bepaald moment heb je er ook alleen maar last van als je meedoet aan zo'n programma. En dat is toch te absurd voor woorden. Want Erwin is een van de allerbeste zangers die we hebben in dit land. Ik ken niemand met zo'n mooie, warme stem dan Erwin Nijhoff. En dat zo'n jongen niet gewoon vanzelf gewoon op handen wordt gedragen in ons land. Dat zegt meer over ons land dan over Erwin Nijhoff. En als hij dan al een keer weer in zo'n spelletjeshow, circuit... industrie gezogen wordt omdat het niet anders kan. Nou, ik vind het echt, het is echt hartstikke triest, toch? Ja. Dat het enige is wat we nog hebben in ons land. Jij gaf aan op het fratsen en dan het succes, en groepjes en dergelijke. Hoe ging dat bij jullie als Als wij daarvan geprofiteerd hadden, als we dat hadden gewild, hadden het gekund. Maar ik geloof dat de enige groepie, daar woon ik nou al meer dan 30 jaar mee samen. Dus dat is redelijk goed afgelopen. Maar jullie werden uiteindelijk... Ik moet thuis weer wonen. Nee, maar jullie... volgens mij... je maakte wel heel veel indruk op het podium op haar. En dat vond ik gewoon niet alleen voor haar. Daar gaan we nu naar kijken. André Manuel is voor mij vooral een live ervaring. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt... En zeker niet met een optreden of zo, dat het dak er niet afging. Mensen gingen echt daarheen om compleet uit hun bol te gaan. Maar die act die erbij hoorde en hij lulde tussendoor, wat heel grappig was, dat in die tijd, mensen die doen dat niet vaak, maar hij kon dat. Hij kon gewoon een zaal inpakken. En als het bij het ene nummer niet lukte, dan wist hij bij het volgende nummer wel. Hoe ik hem dan zie sarren, hoe ik hem zie uit zijn plaats zie gaan, hoe ik hem daar die waanzinnige gitarist zie worden. Met een charme, maar wel een aai en een klap.
En uiteindelijk werd het praten tussen de nummers door zo lang, dat soms dan riep het publiek, spelen! Maar dan zat hij gewoon lekker te vertellen. En toen is hij ook in de cabaret gerold. Wat is dat voor je live? Dat live spelen? Ja, dat is alles. Ik ben ook echt de afgelopen 2 jaar gewoon van een enorm vrolijke man, gewoon echt een depressief wrak geworden. Nee, maar ik vind muziek, het is toch, voor mij is het er om uit te voeren met mensen die er naar luisteren. Dat is het, meer is het niet. En het liefst doe ik dat in kleine zaaltjes waar mensen gewoon oprecht belangstellend zijn voor wat je maakt. En niet in grote feesttenten waar 50% van de zaal gewoon alleen maar geïnteresseerd is in bier. Ik vind het geweldig als mensen dat willen, maar ik hou daar niet van. Ik hou gewoon echt van de intimiteit die gewoon de muziek gewoon boven zichzelf uit beurt, zo dan op zijn twensing draagt. Ja, ja, ik heb op Lowlands gespeeld met Typhoon in de grote tent, wat geweldig was. Maar ik heb ook op Lowlands een heel weekend lang in een kartonnen doos gespeeld voor 6 mensen per keer. Dat vond ik echt stiekem gewoon een keer leuk. Hè. Ja, maar we zitten dus wel weer op zoek naar die eerlijkheid dan, wat je eerder omschreef in het gesprek. De eerlijkheid zonder... Ja, nou ja, ik vind essentie van muziek is eerlijkheid. Ik vind dat de essentie van kunst is. Of je het er nou mee eens bent of niet. Ik heb het ook altijd in mijn theater gezocht. Gewoon, ik ben nooit geïnteresseerd geweest in het succes achter André Manuel. Ik ben geïnteresseerd geweest en ben nog steeds in het verhaal dat ik wil vertellen. En als het verhaal een agressief verhaal is. Ik weet nog, ik heb ooit een keer een theatervoorstelling gemaakt samen met Adrie. Adrie was toen nog de technicus. En die voorstelling heette Braaf. En het was alleen maar gezeik. Alleen maar ruzie. Alleen maar conflicten met het publiek. Maar dat was vanaf de eerste try-out de bedoeling. Ik wou als artiest de confrontatie aangaan met mijn publiek. Omdat ik vond dat dat moest gebeuren. Het was in de tijd van de stille tocht. Iemand werd onwel en er werd een stille tocht georganiseerd. Het was gewoon verschrikkelijk. En Nederlanders zijn heel erg goed in... Moest kijken hoe ik betrokken ben bij de wereld. Nou, ik prik daar dan heel erg graag in met een satéprikketje of 20. En dan ga ik er nog een keer in duwen. En dan duw ik net zo lang totdat ze boos worden. Want woede is een enorm fijne energie in het theater. Waarom wil je prikken? Is dat een soort... Omdat alle andere mensen het al anders doen, ook natuurlijk. Waarom wil je... Omdat het spannend is. Het is gewoon ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in muzikanten en in kunstenaars en in schrijvers en noem maar op. Mensen die de zijkant opzoeken. Mensen die niet erg vinden om af en toe op een... Kijk, want het is heel makkelijk zeggen. Hè, van ik vind je leest wel eens, ja, je moet niet bang zijn om op je bek te gaan. Heel veel mensen zijn gewoon ontzettend bang om op hun bek te gaan. Want dan is namelijk in dit land op dit moment al heel snel einde oefening. Wel, als je nou alles... Wat op dit moment gebeurt in ons land is al bijna zo van... als je niet binnen een jaar commercieel succesvol bent als artiest... op welk gebied dan ook, kunst, muziek, wat dan ook... dan is het eigenlijk al bijna klaar, want dan staat de volgende lichting alweer. Omdat we onze maatschappij zo hebben ingericht... staat de volgende lichting al te duwen. Van nou, willen wij de kans maken op de gouden pot? Maar dat is natuurlijk onzin, want de essentie van kunst... is ook af en toe iets maken waar helemaal niemand iets van snapt. Ik sta wel eens in Arnhem op de train. En dan sta ik in het Posttheater voor 200 man. En iets verderop staat de Snollebollekes in de Gelredorp. Kijk, dat is Nederland wel. Ja. En dat grote publiek, ja, dat moet gewoon ver van mij blijven. Helder. Gaan we zo naar verder hebben? Gaan we naar het einde van Fratsen? Ja. Er is zoveel wat ik mooi vind. Het bos, de wind, het strand. En een mist op een zomerochtend. Hangend over het land. Die zomer hadden we een plaat opgenomen met Fratsen. En we waren aan het repeteren met het cabaret. En we namen even een break. En we hadden het zo over hoe die oude muziek en die nieuwe muziek eigenlijk... We waren het een beetje ontgroeid. Ik merkte wel dat heel veel, want ze hadden best wel een behoorlijke fanschare. En dat er wel heel veel verdriet bij kwam, ja. Al pratende hadden we zoiets van, we kunnen natuurlijk ook gewoon de band opheffen. Dan hebben we ook geen probleem dat we die oude en die nieuwe liedjes niet meer bij elkaar kunnen brengen. Ja, dat er best wel mensen buiten stonden te janken. Dat ik dacht van, je doet het mal man, het is muziek. Maar later begreep ik het wel, snap ik wel. Hè? Dan hebben we de band op en dan beginnen we met dezelfde mensen, een andere band, andere naam en dan from scratch. Nou, dat vond iedereen in eerste instantie een heel goed plan.
Op het punt van doorbreken zijn ze opgehouden, ja. Dat past ook wel weer bij André. Ja. André had volgens mij ook geen spijt van. En ik niet. Ik vond het ook spannend ideeën gewoon van, ja, tada. En wat meespeelde was dat het op dat moment heel erg aan ons getrokken werd. Ze werden eigenlijk een beetje gepusht naar succes. En daar zaten ze eigenlijk allemaal niet op te wachten. En wij voelden aan van, als we ja zeggen, dan is dat het eind van de vriendschap van de band. Hoe was het om succes te hebben? Ja, dat is moeilijk. Ja? Nou ja, nee, maar we zijn altijd heel principiële mensen geweest, nee, en gebleven. Maar en... Die vraag hebben, hoe was het gewoon sec om succes te hebben? Want je gaat eerst kijken naar Roy, als je een kleine jongen gaat kijken naar Roy Gallagher. Ja, maar dan gaan mensen naar jou kijken. Ja, maar Roy Gallagher heeft natuurlijk... hij is altijd Roddy Gallagher, joh. En zijn muziek is altijd bluesrock geweest. En daar is niet zo heel veel in te ontwikkelen. Dat blijft altijd een bassist, soms een pianist. Daar wordt het echt veel mooier van, zeker bij Gallagher. En dat blijft het zijn. En het wordt natuurlijk in de loop der jaren wordt het af en toe wat harder. Het wordt wat meer sustain op de gitaar en noem maar op. Maar het blijft allemaal een beetje hetzelfde. Maar wat wij aan het doen waren, wij waren natuurlijk met muts. Kijk, we hadden muts door 's nachts niet alleen naar buitenpunt. Dat was, en dat zijn wij. Zo zijn wij gewoon. Dat vinden wij het leuke, dat al die platen achter elkaar een zin vormen. Dat die hele muzikale carrière. We willen gewoon iets nieuws. We willen gewoon iets doen waar we zelf... plezier aan beleven. En op een bepaald moment voelden wij gewoon dat we met de plaat naar buiten, want dat was onze laatste studioplaat, op een punt beland waren waar we inderdaad gewoon niet meer dat linkje naar Pimpelmees en ik doe een rukje in mijn trucje in Kentucky kon maken. Terwijl dat zijn best hele leuke liedjes en ik kan ze nog steeds spelen, maar ik vond op dat moment als artiest voelde ik zoiets van, we moeten iets... soms moet je iets kapot maken om iets nieuws te creëren. Want anders blijf je gewoon... Er zijn te veel voorbeelden van mensen die gewoon te vroeg hebben gedacht van dit blijf ik doen de rest van mijn leven. En die zijn op een bepaald moment gewoon hun eigen jukebox geworden. En dat... Ja, nou ja. Dat zagen wij niet zitten. Er begon ook iets te knagen in mij. Wel, dat ik dacht van, is dit wel... Wil ik dit wel? Want het allereerste wat we naar Frats hebben gemaakt is niet een plaat met Krang, maar dat is mijn soloplaat. Dat is mijn allereerste soloplaat. Die heet Krang toevallig. En, nou ja, maar die plaat, daar ben ik echt gewoon super trots op. Omdat dat gewoon echt alles had waar ik op dat moment naar op zoek was. En dat vond ik, het is ook super geslaagd. En eigenlijk... misschien is dat hele einde van Fratsen wel gebeurd om die plaat te laten ontstaan. En daarna zijn we weer verder gegaan met muziek maken. Maar die plaat, die moest er gewoon komen. En daar staan liedjes als Kraai op en Hol der Wetteloze. Ik vind het nog steeds een van de... Ik ben ook iemand die gewoon... ik luister nooit terug, maar ik weet wel wat ik gemaakt heb. En ik ben Frats vind ik naar buiten echt een supermooie plaat. Daar ben ik ook heel trots op. En ik ben ook heel erg blij met die mensen. En dat we nog steeds elkaar kennen. Dat we nog steeds muziek maken. Dat we nog steeds met dezelfde lol doen als toen. Dat is nooit weg. Dat was ook niet een conflict in de relationele sfeer. Dat we zeiden van we moeten allemaal naar eigen tourbus. Van zoveel geld hadden we niet. We moesten ook allemaal in hetzelfde busje. Die strubbeling waren er niet. Het was gewoon echt een zuiver artistieke keuze. En als die artistieke keuze dan uiteindelijk gewoon goed uitpakt in je werk... Ja, dan heb ik daar geen spijt van. Krang was eigenlijk wel een beetje een voortzetting van met name de laatste plaat van Fratsen. Van naar buiten. Godomme de burgers, godomme zo, godomme de kerken, godomme mo. Maar het werd allemaal iets ruiger en vooral minder cabaretesk. De weirdness van Tom Waits, zijn waanzinnige teksten, gewoon dat ik voor het eerst kennis maakte met Planeet Manuel. Ja, het was nog iets meer alternatiever als Fratsen al was. En het feest was er een beetje af. Hij was aan het zateren, hij was aan het pesten, hij was aan het please, hij was poeslief. En hij durfde ook gewoon dissonanten toe te passen. Er kwam veel meer interessante
dingetjes bij qua muziekjes en een strijkorkest wat ze dan gewoon ergens vandaan haalden of zo. Ik word altijd heel erg gelukkig als ik Adrie met zijn, niet alleen met zijn drumstel, maar ook met zijn krattenvol belletjes en kettingjes en vuilnisbakken, alles sleept hij mee op een podium. Het was rond dezelfde tijd denk ik ook wel dat hij geïnteresseerd raakte in de Twents. Het is eigenlijk een hele mooie rock'n'roll taal. Klopt dat, de Twents, dat trok. Ja, nou ja, maar dat komt ook wel een beetje door het Nederlands. Dat Nederlands op een bepaald moment was echt klaar mee. Omdat het ook een circuit werd in Nederland, de Nederlandstalige muziek. En daar word je eigenlijk ook gewoon niet doodgevonden, want omdat er allemaal muziek in zat, dat ik zelf dacht van, oh nee, ik wil met jou vrij in. Dan, ik krijg daar geen erectie van. Zeker niet nu ik zo dicht bij jou zit. Maar als ik zeg, ik wil met een vriend, dan zou ik zelfs... Nou, dan zeg je nee, maar stel, ja. Het zit zoveel dichter bij hoe ik ben en hoe ik me voel. Maar was het moeilijk om die stap te maken, dan zeg maar van fratsen waarin je verhalen schrijft, misschien over dingen iets meer... Nou, waar je speelt met woorden, pimpelmensen. Ja, natuurlijk is dat moeilijk. Want het gaat niet. Kijk, we moeten niet doen alsof dat makkelijk is. Hè. Het is helemaal niet makkelijk om te stoppen met iets heel succesvols en iets. Want dat voelt ook best wel verdrietig. Want we waren in het Enschede muziekcentrum. En er zaten 2500 mensen. Die hebben we toen allemaal een cd'tje gegeven. We hebben gewoon ons tot aan het eind van ons verhaal zijn we gewoon heel principieel gebleven. Maar we hebben ook nooit iets verdiend met fratsen. We waren gewoon een stichting. Iedereen die er altijd van die mooie verhalen bij maakt, wij deden het niet voor het geld, ik doe het nog steeds niet voor het geld en dat hebben we gewoon volgehouden. Op een bepaald moment kom je daar in dan kom je aan het eind van die taal. Wel, die taal is even op en dan moet je gaan zoeken naar iets anders. En toen kwam ik inderdaad in de Twents terecht. Nou, ik bedoel ook zeg maar dat je in Twents dat je uiteindelijk ook dichter op je eigen zeg maar ziel gaat of zo, dat je uiteindelijk die teksten ook wat meer persoonlijker worden, zeg maar zoals een nummer als Goddomme. Ja. Dat vind ik heel persoonlijk. Je hoort jou ook jouw pijn bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Was die stap moeilijker te maken? Dat je op een gegeven moment echt op jezelf gaat schrijven? Want daar heb ik dus nog echt nooit moeite mee gehad. Omdat dat is namelijk de essentie van mijn muziek maken. Dat is namelijk midden in het gevoel zitten waar ik mijn muziek vandaan tover. Daar zit het. Ik weet nog, toen hij het schreef, toen woonden we op de boerderij en toen zei hij, ja, dit wordt een hitje. Dat zegt hij altijd als grapje of zo, maar hij had wel het gevoel van, dit is wel een nummer wat wel wat teweeg kan brengen of zo. En dat klopt ook wel. De kraaien op het land, zwart als de raaf. Het magisch realisme spreekt me heel aan. Ook het dorpse karakter dat je vroeger nog de kist op het biljart zette. Een soort van wat ook de begrafenis van Manke Nelis van Johnny Jordaan heeft. Iedereen herkent zich er ook wel in, denk ik, want iedereen gaat dood. Dus hoe dat dan gaat en op je eigen manier. We hebben het ook een aantal keren op een uitvaart gespeeld. Ja, ik weet niet, soms heb je dat. Het doet iets met je. De muziek, maar ook de tekst natuurlijk. De allermooiste versie van Kraaien vond ik in Carré. En dan niet omdat het in Carré was, maar omdat die hele sfeer, het had iets magisch. En met zo'n autodeur waar ze op sloegen. Als je dan het publiek, de stilte hoort als hij aan het zingen is. En daarna het applaus in een vol Carré. Ja, dan. Dat is onbeschrijfelijk als broer zijn wat je dan voelt. Ja. De kraaien op het land, zwart als de raven, zullen schateren op de dag dat deze jongen wordt begraven. De stoet vanuit de kerk, tegen al mijn wensen in, laatste avond in de kroeg. Maar de familie had geen zin. Zijn zulke brave burgermensen, grijze mussen, beren, laf. Ik kan sputteren wat ik wil. Ze dragen me naar mijn graf, van waar de goede gemeente rouwend luistert naar de dominee. Is dat een goede jongen?
En de schare knikt getweten welk de kist graag had gezien. Op de bar de deksel open, een joint gaat in het rond. En jullie allemaal bezopen, lul oren van mijn kop. En dan de laatste drank besteld. Wat een heldere geest verwant. Een taxibusje belt, een busje belt. Zet deze jongen bij het raam. Neem brood en koffie mee en rij dan in het holst met z'n allen naar de zee. Zet me rechtop in het zand, veeg het vuil van mijn gezicht. Zing de maan nog eenmaal toe tot aan het eerste ochtendlicht. Ga wandelen in de duinen, leg wat schelpen in mijn schoot. Verzamel al het spoelhout en bouw een kleine boot. En als dan s'avonds heel de zon in die bak met water dooft, duw me dan de zee op, zoals me is beloofd. Maak allemaal een fakkel, steek het pootje in de brand. Ik zal mijn lied nog eenmaal zingen. Jullie dansen op het strand als indianen. Als indianen. Kraaien gaan natuurlijk ook mede over je eigen dood. Ja, en kraaien. Dus natuurlijk ook een beetje Adrie en ik. We zijn ooit een keer naar Dakota geweest, Zuid-Dakota in Amerika. Naar een Indiaanreservaat, Lakota-Indiaan. Omdat we allebei enorm, was bij Fratsen al, we zijn enorm geïnteresseerd in de Indiaanse cultuur. En ook eigenlijk daardoor ook wel in de enorme destructieve kracht achter het Amerikaanse, de Amerikaanse manier van denken. Want die mensen die gaan. Kijk, toen de eerste Europeanen daar kwamen, was het natuurlijk redelijk gemoedelijk nog. Maar dat ging natuurlijk op een bepaald moment ging er niks meer voor goed. Ze kwamen echt in enorme aantallen. En ze hebben die hele cultuur gewoon weggevaagd. De genocide op de Joden was een ernstig. Maar het is niet te vergelijken met de hoeveelheid Indianen die er zijn vermoord en gesneuveld en aan ziekte zijn gestorven. Alleen maar door de westerse expansiedrift die ons toch al. Maar ik ben ook in New York geweest. En als je dan door New York loopt, dan weet je ook van ja, er is ook niks dat je teen kan houden. Want er zit zo ongelooflijk
scheppende kracht achter zo'n stad als New York. Ik ben bij wel eens geweest, New York. Als je daar doorheen loopt, joh, dan heb je toch echt zoiets van, what the fuck, man. Want de mens kan dit gewoon in een eeuw gewoon uit de grond stammen. En het gaat maar door, joh. Nou, daardoor kwam ik... al dat soort verhalen heb ik in die jaren natuurlijk kunnen verzamelen. Ik ben op de Filipijnen geweest. We hebben heel veel gewandeld met vrienden en zwinters. En al die verhalen kwamen terecht in dat soort liedjes, ja. En dan voelt het ook meteen alsof het... dan weet je ook waarom het er is. Je moet ook dingen ook beleven. Je moet weten waar je over zingt. Want als je niet weet waarover je zingt, dan krijg je onechte dingen. Ja, want in kraaien koppel je eigenlijk je eigen en dan uiteindelijk het ritueel eromheen. Ja. Je bent geïnspireerd op, nou, denk ik, op die reizen die je gemaakt hebt. Ja. Is het iets wat je bezighoudt, de dood en ja, het is een geweldig onderwerp natuurlijk. Ja, net als de duivel. Ik ben een praktiserend atheïst, maar de duivel vind ik ook een geweldig onderwerp. Omdat het gewoon geweldig... Dus God geloof je niet? Maar... God is ook een fantastisch onderwerp om over te zien. Ja. Maar de dood even. Op de rand van mijn glas staat een engeltje te pissen in mijn bier. Hij is van God los. Dat is een liedje van Krang. Ja, maar het zijn mooie onderwerpen. En het is natuurlijk niet voor niks dat religie al zo lang meegaat. Heel veel mensen hebben er ook baat bij. En het zit ook vol met verhalen. En de verhalen maken religie vaak leuker dan de religie zelf. Maar de dood? Ja. De Krang? Bedoel ik? Ik heb geen doodsangst of zo. Ik ben heel erg van de... we zijn atoom en we vallen uit elkaar en dan komen we weer iets nieuws. En uiteindelijk, als het straks allemaal voorbij is, hier het einde der tijden is geweest, dan is het ook helemaal niet, heeft het ook helemaal niet plaatsgevonden. Al onze ellende, al onze verhalen, al onze kunst, al onze mooie interviews, al onze cameramensen die hier hun best doen, al die mensen die op knopjes drukken. Het is ook allemaal natuurlijk zinloos. En de zinloosheid van het bestaan is natuurlijk nergens mooier te zien dan in de dood van de mens. Het is prachtig. Maar wat drijft jou dan? Want je wordt geroemd om je werkethiek, wat ook al in het begin werd gezegd. Ja. Wat drijft je? Ik vind... Ik ben toch allemaal zinloos. Ik ben een arbeiderskind. Ik ben gewoon een zoon van een bouwvakker en een huishoudster. Een huisvrouw. En die mensen hebben altijd gewerkt. Mijn vader was op zijn 14e, 15e stond hij al op het land bij zijn vader op de boerderij. Dus ik vind dat je niet moet... En dat is een Bijbels dingetje, toch? Dat je niet moet woekeren. Nou, ik vind dat ook echt. Ik vind als je een talent hebt gekregen voor iets, wat het ook is, ook al ben je gewoon heel erg goed in het ongewenste intimiteit, dan moet je daar wat mee doen. Iedereen moet gewoon zijn sterke kanten zoveel mogelijk proberen te ontwikkelen. En als kunstenaar moet je gewoon je eigen talent gewoon serieus nemen. En als je dat talent op een bepaald moment laat verslonsen, omdat je te vroeg binnenloopt, omdat je er te veel geld mee verdient. We hebben het nou over rappers die de afgelopen maanden worden beroofd van hun horloges. En die horloges die kosten €175.000. Weet je hoeveel platen ik daarvan kan maken? Weet je hoeveel platen Rocco daarvan kan maken? Weet je hoeveel muzikanten in Nederland je daarmee aan het werk zou kunnen houden met dat ene horloge? Maar dat staat toch gewoon haaks op wat muziek zou moeten zijn. En we moeten ergens beginnen om weer terug te gaan naar de menselijke maat van de dingen. En die maat zit niet in alsmaar grote. Je ziet het in de landbouw, je ziet het in de natuur. Waar zit die menselijke maat dan in bijvoorbeeld voor jou? Zeg maar, als je bijvoorbeeld dan de menselijke maat terugbrengt naar hetgene wat je in je muziek doet, in je kunst doet. Wat is dan de menselijke maat? Hoe zie je die dan naar voren komen daarin? Wat? Waar ik dus heel erg bang voor ben, en ook al door de crisis waar we natuurlijk in zijn geraakt, dat we straks alleen nog maar grote dingen te zien krijgen. Alleen nog maar grote optredens, grote zaaldingen. Omdat die kleine dingetjes allemaal weg zijn. Die kleine kroegjes, die kleine podia, die kleine... Kleine artiesten. We hebben heel vaak muziek opgenomen in studio, Sulfolk Studio in Bontebrug. Casper Valken. Casper Valken is een geweldige technicus. Een van de allerbeste geluidstechnici die ik ken in studio's. Ik ken er ook maar eentje. Maar die is echt briljant. En hij zat vroeger in Palace Flophouse. En dat was een beetje een bandje rond protestorganisatie, heel anti-atomenergie. Die speelden 250 keer per jaar.
Daar moeten we naartoe. We moeten gewoon weer bandjes hebben die gewoon 250 keer per jaar kunnen spelen op allerlei gekke plekken. Omdat daar namelijk gewoon de essentie zit van de muziek. De muziek is namelijk een Iers kroegje waar mensen aan een tafeltje zitten en muziek maken met elkaar. En het hele kroeg zingt op een bepaald moment mee. En die mensen gaan allemaal naar huis. Ze zijn wel een klein beetje aangeschoten. Misschien zijn er zelfs een paar dronken, maar ze hebben wel een supermooie dag gehad. En dat is muziek. Dat is kunst. Arie ken je natuurlijk al je hele leven. Ja. Op een gegeven moment... Zoals alle relaties gebeuren, ga je door op een gegeven moment ook een beetje door een dalletje gewoon in de kerk. Ja. Dat was niet muzikaal eigenlijk. Want we waren met de laatste plaat bezig en daarvoor had ik ook wel... Ik voelde een verwijdering met André. Maar dat gebeurt wel wat bij de beste, hè? Vrienden soms, dat je gewoon even spuugzat bent. Ik denk, hoe meer dat je van elkaar houdt, hoe groter de kans is dat het een keer knikt. We zijn tukkers, we spreken er natuurlijk niet precies zo uit. Maar ik, op een gegeven moment wilde ik het aankaarten en dat lukte niet. Ik kwam er niet doorheen. Ze vertrouwden elkaar heel erg. En ik denk ook dat dat voor Adrie heel moeilijk is geweest, want het vertrouwen is dan weg. Het zat gewoon niet lekker. Dus toen heb ik gezegd van, ik weet niet wat er speelt. Ik krijg het dan niet duidelijk, maar het lukt me niet. Ik kap ermee en ik stiekem wel een beetje op een schok-effect gehoopt. Maar dat bleef uit, geen reactie, niet echt. Ik denk, dan is het sloes. Adrie is een jeugdvriend van de kleuterschool. Dus ja, dat doet dat met je natuurlijk wel veel. Maar je zit ook volgens mij zelf zo erg in de penari. Er was gewoon geen leuke tijd voor hem. Nee. Hoe ging het toen? Ja, je hebt natuurlijk, als je leeft zoals ik leef, dan ga je ook af en toe gewoon helemaal de verkeerde afslag neem je dan. En dan kom je in de krochten van de wereld terecht en dan doe je allemaal domme dingen met drank en drugs en gokken en van alles en nog wat. En ik weet nog dat ik op een bepaald moment een tekst aan het schrijven was en dat ik erg nog... Ik had een hele dikke dichtbundel van Slauerhoff en ik was Slauerhoff aan het lezen en ik was in de kantlijn dingen aan het opschuimen. En ik werd gewoon steeds gekker in mijn kop, ook omdat ik vrij veel bloon in die tijd. Ja, eigenlijk heb ik dat wel 30 jaar achter elkaar gedaan. Maar die periode was gewoon te gek en ging echt alles gewoon liep in de soep. En dat je op een bepaald moment naar buiten, toen woonde ik nog bij Harmsel op de boerderij en ik was helemaal in de war, ik liep naar buiten en ik viel op mijn plaat en op mijn ellen, hier op mijn wenkbrauwen en ik zei gewoon hardop boem, 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 ik wist alles nog. Maar ik was mezelf aan het verliezen. Ik had altijd de risico's genomen. Ik geloof heel erg in, je moet over de grens gaan, André, want als je de grens niet overgaat, dan ontdek je niet wat er allemaal nog mogelijk is. En dan ga je steeds verder. En daar zat wel een stemmetje in mijn achterhoofd die af en toe zei van, nou ga je het ver. Je kunt straks niet meer terug. Maar ja, zo gaat dat in je leven. Op een bepaald moment dan is dat stemmetje gewoon niet luid genoeg. En dan ga je maar door en dan ga je maar door. Tot het op een bepaald moment in elkaar klapt. Maar Brie gaf nog aan, in het gesprek wat ik met haar had, gaf ze aan van dat uiteindelijk in die periode ook dat je een hypotheek kreeg. Ja, kind kreeg. Begrijp je dat het uiteindelijk... Tuurlijk. Dat het ook een druk op jou ligt, hè? Die ja, je niet maar, gewend maar, was. Maar al die dat soort dingen, die deed ik er allemaal gewoon bij, hè? Ik ben in die tijd vader gewoon. Ik heb in die tijd een huis gekocht. En het interesseerde me allemaal geen reet. Mijn kind wel, hoor. Laat ik dat niet... Dat blijft nog altijd het allergrootste cadeau wat ik ooit heb gehad in mijn leven. En dat zal ook altijd zo blijven. Maar voor de rest, het interesseert me helemaal niks. En geld, het helemaal niks en gezondheid, je lichaam naar de kloten helpen. Ik zat natuurlijk ook gewoon... Ik had een jubileumvoorstelling gemaakt en daar had ik voor mezelf het plan opgevat. Daar kan ik ook mooi bier drinken en roken op het podium. Maar dat mocht toen nog, hè. Dan deed ik dat gewoon. Ik had ook publiek, die gingen van mij met mijn bandjes... kwamen ze ook in het theater. En had ik ze in het theater zitten in Amersfoort met een dikke joint op de lip minder in de zaal. In een theater. ik hoor allemaal mensen... Maar dat gebeurde. Ik zat in die kring. Ik doe dat niet... Het is bij mij nooit alsof. Het is altijd wel zoals het is. Klopt, maar je gaf aan van dat je op een gegeven moment... We hebben het eerder in het gesprek gehad over de zinloosheid. Op een gegeven moment zijn allemaal atomen en je wereld vallen uit elkaar. Daar maakt het toch allemaal niks uit. Dit is natuurlijk ook wel destructief Ja, natuurlijk, gedrag. Ja. En
wat was met terugwerkende kracht, zeg maar? Waarom was je zo destructief? Oh, nou ja, omdat ik ik kwam erachter dat het kapot maken van dingen heel veel oplevert. Wel, iets op het spel zetten is op een bepaald moment de enige manier om nog te komen tot iets nieuws. En dat ging de hele tijd goed. Er kwam de hele tijd nieuw materiaal, er kwam de hele tijd een nieuwe uitdaging. Ik was in die tijd ook columnist bij de Icon Radio op Radio 1. Ik ben 7 jaar Radio 1 columnist geweest in die periode. Dat ik echt s'nachts ik kan me nog herinneren dat ik in Maastricht, en er was een radiocolumn en die moest ik dan zelf opnemen, dat ik in Maastricht een keer s'nachts een column op heb genomen om 5:30. Echt zo lam als een tientje. En dan per regel. En dat ik die naar mijn eindredacteur mailde. En dat hij terugbelde van... weet je wel dat er 45 knipjes zitten in deze column? Ja, dat weet ik. Maar ik moest hem nog opnemen. En uiteindelijk is hij ook gewoon wel uitgezonden. Maar wel, ik was toen gewoon op het randje. Ja, maar ik vond het ook mooi. Ik hield ook heel erg van artiesten die alles op het spel zetten. Dat doe ik nog steeds. Maar niet meer... Jullie zetten alles op het spel misschien... maar je zet niet meer je eigen leven op het spel. Nee, maar wel in mijn materiaal zoek ik nog steeds naar mogelijkheden om het anders te doen dan ik het hiervoor heb gedaan. Want ik ben nu bijvoorbeeld, de afgelopen jaar hebben we met de corona hebben we in ieder geval nog de tegenwoordigheid van geest gehad om eindelijk een studio te bouwen hier in Diepheim. En daar ben je ook een keer geweest, geloof ik. Daar zit ik nu heel veel. En daar ben ik eigenlijk weer gitaar aan het spelen zoals ik vroeger gitaar speelde. Want ik kon vroeger dus echt gewoon 5-6 uur per dag gitaar spelen. Zonder probleem. En ik zit nu op 2 uur of zo. Maar ik vind het weer super mooi om weer in die muziek te verdwalen. Spelen ze leven lang toneel. Ja, elke week de hoofdrol in zijn open luchtkasteel. Zijn rol uit overzichtelijk in elk verhaal de held. En het hart hem moest veroveren van Marieke Lucas Reineveld. Marieke schreef een lofzang op het hart. Hey dan, Marieke. En voor dat nu verzucht, wat moet in alles op het hier? Is geen Nabokov, maar Plato. Al het kussen op papier, de artistieke keuze is het enige dat telt. Hoe mooi dus zien verlangen naar Marieke Lucas Reineveld. Hé dan, Marieke, schreef een lofzang op het hart. Marieke schreef een lofzang op het hart. Komt dat zien, de droeve ridder? Er is muziek en zang en dans. En hoe de liefde verder letten brekte elke week een lans. Voor het prachtigste verhaal op zijn allermooist verteld. Draai uw rondjes in de taal van Marieke Lucas Reineveld. Schreef een lofzang op het hart. Hey, dan,
Marieke schreef een lofzang op het hart. Hey, Marieke schreef een lofzang op het hart. Hey, Marieke schreef een lofzang op het hart. Op het hart. Op het podium ben je de grootste communicator die ik ken. Je kunt echt iedereen te pakken nemen. Maar één op één is het echt heel moeilijk communiceren. En kun je soms als een oester gesloten zijn. Ik kan wel in een kokonnetje. Een ander zijn eigen kokonnetje, zijn eigen wereldje kan hij soms heel erg in leven. Ja. Toen las ik in de kranten artikel over Patricia van Wijngaarden, die was gespecialiseerd in autisme gerelateerd aan verslavingen. En toen dacht ik, hey, dat zou wel eens aan de hand kunnen zijn. Ik voelde me heel vaak, en ik deed dat trouwens met liefde hoor, maar ik voelde me heel vaak een soort tolk tussen André en de rest van de band. En ik dacht van, ja, het zal wel het randje van autisme zijn, maar het was midden erin. Het was eigenlijk wel een soort van opluchting. Er viel heel veel op zijn plek. En ik snapte nou opeens ook waar, ja, ik snapte sommige dingen. En nu denk ik van, wat voor moeite heeft het al die jaren dan gekost om dan toch maar zo nu dan een sociaal gewenst antwoord te geven. Of dingen die iemand anders heel logisch vindt, dat je die eigenlijk als het ware, oh ja, dat moet eigenlijk dus zo, dus nou dan doe ik maar zo. Wil een autist toegeven dat hij autistisch is? Nee. Maar hij zag er enigszins de logica ook wel van in. En toen is hij het artisme gaan noemen. Dus hij zegt nooit dat hij autistisch is, maar artistisch. Ja, nou, kijk, op een bepaald moment, alles wat je doet in die dat zijn gewoon tropenjaren. Hè, als je dat doet, zoals ik dat deed, die 15 jaar achter elkaar. Drank, drugs en gokken. Alles door elkaar heen. En spelen en maken. Ik zit ook al, geloof ik, aan 17 theaterprogramma's en meer dan 20 LP's of zo. In iets meer dan 25 jaar achter. Dat is echt heel veel. Maar waar je op een bepaald moment gewoon tekort komt, is de energie. Je gaat gewoon kapot aan. Wel lichamelijk. En dat is een punt bij mij geweest. Dat ik op het podium stond op een bepaald moment. Ik was een theatervoorstelling aan het spelen. Dat ik buiten adem raakte. Kijk, zoals ik nu met jou praat, kan ik gewoon doorraten. Maar 4 jaar geleden had ik... Ja, ik was gewoon... Alles was op. Ik was gewoon... Ik rook gewoon 1 pakje zware shake per dag, zo ongeveer. 1,5 fles wit of rode wijn. Plus 6 duveltjes en wat ik daarvoor al had gehad. Per dag. Elke dag. Achter elkaar. 4 joints misschien wel per dag. En dat 20 jaar achter elkaar, ja, dat op een bepaald moment kom je erachter dat dit zo'n lichaam, dat er toch ook wel, er zit ook wel dingen in, organen die het moeten blijven doen, en anders dan stort alles in. Als je op een bepaald moment, zoals ik dat heb gedaan, of zoals ik het eigenlijk nog steeds doe, maar zonder al die drank en die drugs, dan kom je op een bepaald moment op zo'n omslagpunt. En daar heb ik op gezeten en dat zat ik. En ik dacht toen al van, ik moet oppassen. André, je moet oppassen, want als je hier overheen kukkelt, dan kom je gewoon heel moeilijk terug. Dan kun je ook niet meer... Want dat is, vind ik, altijd het ergste. De meest erge gedachte die ik heb, is dat ik niks meer maak. Dat ik niks meer uit mijn pen krijg, dat ik niks meer kan verzinnen. Dat is de grootste angst die ik heb. Kwam je daar ook achter dat die verslaving eigenlijk ook een soort, misschien toch wel een soort vlucht waren van een soort, en ook zeg maar wat je werkethiek ook een soort voortkomen daarvan uit. Je werkt zoveel, je schrijft zoveel, je wil dingen begrijpen. Ja. Dingen doen, begrijp je? Nee, het is geen vlucht. Het is altijd een zoektocht. Ja, zoektocht. Geen vlucht, een zoektocht. En uiteindelijk realiseer je later dat je daardoor wel gewoon heel moeilijk benaderbaar bent geweest voor andere mensen. Dat geef ik toe, maar dat ben ik nog steeds. Ja, maar dat bedoel ik dus, dat moeilijk benaderbaar zijn. Dat verandert natuurlijk ook niet. Nee, klopt, dat heeft meer te maken met autisme dan met je verslaving. Ja, dat is mijn karakter. Ja. Maar ja, uiteindelijk... Ik wandel maar ook al 2 jaar, elke dag 2 uur. Dat is ook een verslaving aan het worden. Ik kan niet zeg maar zomaar doen, dingen. Net als een sportschool, daar word ik dan meteen veel te fanatiek.
Heb je nog met, om af te ronden, heb je daar nog met Adrie uiteindelijk ook echt een gesprek over gehad? Nou, we hebben over alles gesprekken gehad, maar over dit soort dingen praten wij gewoon. Ik praat er gewoon heel weinig over. Dat weet ik eigenlijk. Ik kan me niet eens herinneren of we het daarover gehad hebben of niet. Dus dat je er hier nu over spreekt, dat. Dit is, ik heb me nog nooit zo opengesteld. Okay. Maar ja, dat is dat, omdat het bij RTV Oost is, want die kijkt toch niemand naar. Hernieuwde energie, Fratsen 2.0. Ja, het kwam natuurlijk met de ziekte van Uli. Uli kreeg MS en die had eigenlijk nog een wens om te gaan reizen of een reis te maken. Die zei van, ja, ik heb MS, SM zoals de jongens dat noemen, maar goed, dan MS. En ik vind eigenlijk wel dat jullie weer bij elkaar moeten komen om geld voor mij in te zamelen. Het was wel de band van vroeger. Ze werden allemaal iets ouder, dus de bewegingen waren iets krakkemikkeriger, maar... muzikaal was het gewoon fantastisch gegroeid. Want iedereen was wel door blijven gaan met muziek maken. Nou, laat dat dan maar doen. En het werd zo'n dik succes dat ze 3 of 4 avonden geloof ik toen hebben gedaan in Metropool. En allemaal geld opgehaald voor die beste man. En maar ze hebben 1 fout gemaakt. ze hebben hem alle geld gegeven. Hij wou naar Amerika toe. Dat was het doel. Maar ze hebben hem het geld overgemaakt en vervolgens is hij met een vol winkelwagentje met cd's is die, uit de platenzaak gelopen en toen was het geld op. Dus ja, maar goed, de band was weer bij elkaar. Hoe was het om dat benefietconcert te doen? Wat voor besef kreeg je daarover? Dat was gewoon super, want dat past gewoon ook heel erg bij die band. Omdat wij zijn altijd, wat ik al zei, het was altijd een vriendenclub en het zat ook niet in onderlinge gezeik of zo. Het zat gewoon in de artistieke hoek dat wij ermee stoppen. En dat Uli ernstig ziek werd. Dat speelde eigenlijk al veel langer. We kregen het eigenlijk allemaal in één keer door van... Ah, dit was het altijd wel. Want MS is natuurlijk iets dat komt met fases. En dan knap je weer op en dan komt het weer. En dan wordt het steeds erger. Tot hij op een bepaald moment in een rolstoel belandt. En dat is bij Uli dan ook uiteindelijk gebeurd. Maar wel, er zijn ook periodes geweest, dan ging het gewoon helemaal, had hij het helemaal niet in de gaten. Maar toch vermoedde hij wel iets, dat er iets niet helemaal klopt. En toen bleek dat hij echt ernstig te pakken had. Toen hebben we die benefiet georganiseerd. Waarvan hij ziet van, ja, nou, dan kunnen we in ieder geval een klein beetje geld. Want hij wou samen met zijn broer naar Amerika, dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt. Dus je hebt zelf nu ook solo, zeg maar, ben je bezig met een mooi muzikaal project. Ja. De eerste heb je onlangs Fort Ene. Ja, Fort Ene, ja. Ja, wat is dat? Voor de ene, dat is eigenlijk het idee om... dat is ook een beetje vanuit de lockdown ontstaan... om toch in ieder geval in de studio wat te doen. En ook wel omdat... iedereen is heel erg geïsoleerd geraakt het afgelopen 2 jaar. Heel veel mensen. Dat wij hier nou aan tafel te zitten... Ik geloof dat... Je bent een van de weinige mensen die ik ontmoet natuurlijk de afgelopen maanden. De meeste mensen komen hier niet meteen, omdat... Al die plekken waar je vroeger kwam en waar meerdere mensen aanwezig waren, ja, die zijn allemaal dicht. Tenminste, zeker in mijn werkgebied. Dus ja, dan wordt het allemaal een beetje kleiner. En ik dacht van, ik wil toch iets doen. En ik was een beetje aan het rondrijden door Twente met mijn wandeling. En tijdens het wandelen, dan zit je in zo'n ritme. En dan ga je toch nadenken over tekst. En dan denk ik van, weet je wat, ik moet gewoon het nuttige met het aangename combineren. Ik ga gewoon heel Twente op muziek zetten. En heel Twente bestaat uiteindelijk uit alle steden, dorpen en buurtschappen bij elkaar. 90 verschillende plekken. En daar wil ik dan 6 jaar over doen. En dan 6 keer 15 liedjes, dan heb ik de 90. En dan ga ik daar een enorme box van maken. En die kost dan €12.000 per exemplaar. En dan ga ik er 100.000 van verkopen. En met dat geld gaan we de soos helemaal in het goud aankleden. Als iemand heel bekend is en... veel betekent heeft voor de gemeenschap, dan heb je een rij vanaf de molen aan de Schof, waar het aan het condoleren is, tot naar Rechterschot. Hoe langer die rij is, hoe meer waardering mensen hebben. Alle die God me dood, zelfs mi va bleek niet onsterfelijk. Hij zingt zoveel met liefde.
Ik vind de akkoorden heel mooi, de notenkeuze, maar ook die verwondering die erin zit. Dat hij toch ook weer het zoontje is en toch ook wel de volwassen man die denkt dat het allemaal nog wel even duurt. Maar het is precies raak. Het beschrijft heel mooi hoe het in zo'n dorp werkt. De intentie waarmee hij het zingt. Je hoort het in zijn stem dat het echt dat uit zijn hart komt. Als je nu dokter bent of metselaar, als het op is, loop je laag. Er komen mensen in voor die gewoon bij naam en toenaam worden benoemd. Maar voor buitenstaande werkt het ook. Je voelt meteen de karakters en je ziet het voor je. Het is Twents, maar ook door een wisseling prima te volgen als je goed luistert. Hebben we inderdaad, Adrie zei het wel ergens hier in dit verhaal, dat we vaak op crematies en begrafenissen hebben gespeeld, maar ook wel op feestjes van mensen die doodziek waren. En dat je dan zo'n man voor je ziet staan wil, en die dan begin 60 is, zo'n oude hippie met ook longkanker, en je ziet hem gewoon helemaal met zo'n ingevallen kop, en dat je dan op het podium je liedjes aan het zingen bent en dat je knikkende knieën krijgt. Ik voel wel dat je daar echt zelf begint te trillen, dat je denkt van oeh, fuck man, nou komt het, nou wordt het misschien, ik moet dat voor jullie zingen, ik wil niet dat jullie dat straks voor mij moeten gaan doen. Wel? En toen, ja, nou, zo langzamerhand dan zet je zo'n knop om en dan word je heel braaf. Hoe groot was de rij? Toen je vader overleed, stond hij aan rechterschot? Ja, mijn vader die woonde in Hengelo. Oh. De laatste jaren van zijn leven. Die is in Hengelo. Die is in Hengelo. Nee, maar dat is echt waar. Dat is hier een straatje. En rechterschot, dat is Henny Rechterschot. En vrouw en kinderen die wonen daar. En dat is echt, een vroegerij slager rechterschot. En, ja, maar dat is ja, dat is gewoon de Molenaarshof, daar komt daar iedereen elkaar condoleren. En het is elke keer hetzelfde plekje. Ik vind dat geweldig. Ik vind dat zo mooi aan een dorp. Hoor. Dat je, kijk, ook al kom je elkaar niet elke dag tegen of zo, maar we worden hier samen geboren. Dat vind je ook mooi als iemand geboren wordt. Dan zeg je van, oh, wat fijn dat jij geboren bent. En als we dan doodgaan, dan gaan we ook naar elkaar, naar elkaars einde. En dan gaan we elkaars familie condoleren. Hoor. Dat hoort er een beetje bij. Hoe groot zal de reis zijn voor jou? weet jij iets wat ik niet weet? Hè? Ooit. Ik heb er geen flat. Nee. Dat houd je niet weten. Nee. Het enige wat ik met mijn brie heb afgesproken is dat ik begraven wil worden. Want ik vind een graf zo fantastisch mooi. En ik wil echt zo'n wanstaltig, lelijk, goudkleurig, Roddy Gallagher-achtig graf. Wel. Dat mensen al van heinde en verder zien. Oh, daar ligt een lelijke kerel van Manuel onder de grond. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Alle die gaat me dood. Zelfs mijn vader bleek niet onsterfelijk. Er zit iets duisters in ons bloed. Al onsterfelijk was erfelijk. En als de kerkklok luidt, sjokt het dorp weer door de grote straat. Voor een allerlaatste groet. De stonnerie tot haar recht schoot. En God, wat ging het snel op laatst. Ik wist niet eens dat het zo slecht was. En de schrik sloeg me in het hart
toen ik Celeste advertentie las. Ik wens u alle sterk te toom het zien en dood. Als het op is, loop je lef. Zak je als al het andere in elkaar. En als de karreklok luurt, jokt het dorp weer door de grote straat. Voor een allerlaatste groet. De stonden rieën tot haar rechte schoot. In God ging het snel op laatst, ik wist niet eens dat het zo slecht was. En de schrik sloeg me in het hart toen ik Celeste advertentie las. Ik wens u alle sterk te toom het zien en dood. Holugo. Oh.